Ja, vanavond stond onze brandweervrijwilliger Nico van Weijgenen centraal. 50 jaar lang stond hij paraat voor de veiligheid van onze inwoners. En dat verdient een groot feest. Ja, ik heb hem ook in het zonnetje mogen zetten. Niet alleen door hem toe te spreken, maar ik mocht hem namens het gemeentebestuur van Sliedrecht ook de erepenning van de gemeente Sliedrecht uitreiken. En daarmee is hij ereburger van Sliedrecht geworden. Een heel bijzonder moment. Morgen heb ik weer Bart Dins, dus dan ga ik wat eigenlijk wel even naartoe en dan ga ik mijn dochter even lief gaan kijken en dan moet hij maar even oppassen. Ja, ik kom er al heen en ik hoor ze nog. Ik zit in de buurt, dus ik hoor die sirenes wel. Ja. Ja, het is zo bijzonder dat dat gebeurt bijna nooit. Maar heel weinig Sliedrechters hebben de eer gehad om ereburger van Sliedrecht te worden. Maar één iemand is dat vanavond geworden, dat is Nico van Weijgenen. Geen wonder, 50 jaar lang brandweervrijwilliger. 50 jaar lang, 365 dagen per jaar paraat staan voor onze veiligheid. En dat dan ook nog paraat staan voor je collega's. Zoveel kunnen betekenen voor het korps in Sliedrecht. Dat verdient echt deze onderscheiding.